Dag 2 van de Predator Tour staat in het teken van ruig weer. De dag begint met regen, heel veel regen en een bult wind. De start wordt, net als bij dag 1, uitgesteld en nadat de vissers een tijd aan het vissen zijn, begint het eindelijk op te klaren. Toch blijft het wild op het water en de hoge golven maken het vissen niet makkelijker op. Tegen de middag zijn er zelfs al deelnemers die moeten opgeven vanwege de ruige omstandigheden. De leaderboard van vanochtend. Een hoop verschoven ten opzichte van gisteravond, dus we gaan het even gluren. Dan zien we nu team 93 in één keer bovenaan poppen. Met 456 punten. Nou, hoe wordt dat nou berekend? Als we ze openen, zie je dat ze de drie snoeken hebben, de drie snoekbaarzen en al twee baarzen. En dat totaal maakt dan het aantal punten. Nummer 2, team 27, 3, team 91. Ja, en de top 3 van gisteravond, nou, die zijn in één keer op 5. Als ik het goed heb, stond Luc gisteravond ook vrij hoog. Nou, die zakt in één keer ook naar 7. Hendrik Sellis, Harry de Haan stond ook gisteren heel hoog, zit ook in één keer op 6. Nou, hier komen de foto's van binnen. Ik krijg weer een melding van wie hem gestuurd heeft. Dan klik ik op de foto, zoomen we even in. En dan zien we dat deze snoek, even kijken, 62 is. Spike, cent. Wild op het water en op dit moment onderscheiden de beste vissers zich van de rest. Ondanks de hoge golven en loeiend harde wind weten de echte diehards toch aan de vis te komen. Doorzetten wordt beloond en wederom worden de bakken van snoeken gevangen. 1,23,5. Dag 2. Nou, vanmorgen wellicht gezien natuurlijk het enorme slechte weer. En nu zie je mij hier weer in de zon zitten. Nou, het gaat goed. Ondanks de harde wind wordt er goed vis gevangen. Dus dat gaat goed. En uiteindelijk komen de deelnemers hierheen om vis te vangen. En het liefst zo groot mogelijk. De grootste vis tot nu toe is 1,23,5. Mooie grote vis.
Na een lange en zware dag keren de deelnemers weer terug de haven in. Door de nog harde wind en stevige stroming voor de haven moeten de vissers de dag afsluiten met een stuk varen door de hoge golven. The Glock in my Robbie, 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robbie, 17 shots, no 38. Yeah, she's fine, wondering will she be mine. Walk past, I press rewind, see that ass one more time. And I got this soda, Remy boys that know it. Fast money, no slow, but no one can control. So this morning we went out and first of all we went for pike. We tried that for around 4 hours, but the wind got the better of us, so we moved further down the lake and we started fishing for Xander underneath the bridges. We had one knock, but we didn't manage to hook it, and then yeah, that was the day for us really. So not as good a day as yesterday, but tomorrow back on the pike and we'll see what luck we get. Minder dan gisteren. Gisteren hadden we er één, vandaag hadden we er niks, maar we hebben keihard gestreden. We hebben alles uit de kast gehaald, maar alles mogelijk hebben we geprobeerd. Alles. Eén aanbeet gehad. Ja, en die had je hadden we eigenlijk moeten zilveren, maar ja, goed. Het was wel wild met de wind. Ja, die wind was verschrikkelijk en het valt allemaal samen met keuzes maken en risico's nemen van ik ga naar die stek. En ik heb gewoon 1,5 uur gevaren vanmorgen naar de stek. Ik ging eraan gekomen. Kon ik gewoon niet vissen van de golven. Golven van meer dan een meter hoog. En dan ben ik teruggevaren. Ik heb 3 uur gevaren voordat ik gevist heb. En toen zijn we begonnen met de gooien te doen. Totaal geen controle over hetgene dat we aan toe waren. Verkeerde hoek genomen. En zijn we een beetje beginnen verticalen omdat we nog maar 1 snoekbaars hadden. En we hebben vandaag 2 snoekbaars gevangen. Daar hebben we heel de dag over gedaan. En, ja, het zit ook niet mee. Het zit ook niet mee. Dus soms zit het mee, soms zit het tegen. Vandaag zit het tegen. A good day. Many, many storm and waves. And the fish to catch is many, many heavy. But we catch 2 perch and 1 pike. And this is okay for this day. Tomorrow we were stronger. Went out there today. Best laid plans yesterday. Really good day. We had a meter pike. We had a 50 centimeter pike, 41 centimeter perch, went really well. Today it was going from heroes to zeros. Just really, really tough day. Westerly winds, thought we'd find shelter behind the island, which there was a bit of shelter there, but nevertheless, really difficult. We need one pike, you know, to really get us into the rankings, so we're more fortunate than some people, because some people haven't got any pike. And we're in a very fortunate situation, so we've got 2 pike. All we need is a jack. We just need a 45 centimeter jack to get us properly in the rankings. Het was een lange dag en het was een winderige dag. Het begon met veel regen. Dat was het enige wat veel was. De vangst was was niet veel. Was niet veel. Nee. Maar desondanks hebben we best wel genoten ja, van, zeker weten. Van de hele tour natuurlijk. En morgen hebben we natuurlijk nog een dag.
Ja, het was best oké. Okay. Alleen we missen nog de grote snoeken. We hadden gisteren al 3 snoeken. En er kwam vandaag nog eentje bij die net wat groter was. Maar we hebben wel twee mooie snoekbaarsen bijgevangen en de 2 laatste baarsen. Dus we hebben het lijstje hebben we mooi vol, dus dat gaat goed. En morgen dan hebben we nog 1 dag om een paar grote dikke snoeken te vangen. We staan nu 5e in het klassement, dus ja, we kunnen nog omhoog kijken. We moeten iets verzinnen om morgenmiddag ook even een mooie dikke vis te pakken. En we hebben nog een hele dag, dus ik ben benieuwd. Dag 2 was een dag om de beste vissers te onderscheiden van de rest. Dat is terug te zien in het klassement en vandaag is op plek 3 geëindigd team 48 van Juri Verhoef en Mark Struik. Op de 2e plek staat team 83 van Kevin en Jordan Hernandez. Bovenaan in het klassement staat team 40 van Pierre Jonen en Daniel Kordowski. You should have been in the boat. I missed you the whole day. I mean, I was screaming all over for you and I couldn't find you anywhere. I need to contribute to this lake. I need some offering. A beer. A beer? Bro, I don't know. I will give it a fucking a lion bar. Beautiful lake. Give us some fish in the boat and I will feed you with lion bars. Bless you. Fucking floating. Like a turd. Yeah.